Ja, mensen, kijk eens. Dat is een lekkere vis. Nee, ja, lekkere vis. Dat is dus mijn dochter Karin van de Werf, die jullie horen op de achtergrond per telefoon. Ja. En dat is ui met knoflook, een stukje groene paprika, een stukje rode paprika, een stukje gele paprika en wat kruidjes. Een blikje met dopertjes en worteltjes en een zakje rijst. Dat gaan we klaarmaken. Ja. Dus dat wordt straks, denk ik, wel lekker smikkelen en smullen. Ja. Kijk, en daar ligt mijn telefoon. En aan de andere kant van het lijntje zit mijn dochter. Of staat, of legt, of hangt. Dat weet ik niet, kan ik niet zien. Ah, ze zit voor de pc, zegt ze. Ook goed. Mijn schoonzoon die is daar ook aan die kant, dus ja. Nou, lieve mensen, ik zou zeggen voor de laters die net zo laat zijn als ik, smakelijk eten. Ja, en zoals jullie het zien, hè, ziet er al lekker uit, ja. En dan gaan we zo meteen eventjes de groenten erin doen. Ik moet een statief hebben, jongens. Want dit is echt niet zo te doen, hoor. Nee. Dus is er hier iemand die een statief voor me hebt? Graag. Ik heb een heel kleintje, maar dat is ook een rolding. Ja, daar valt het zo mee om, hè. Dus ja, ik leg jullie eventjes neer. En ik hoop dat dat lukken wil. Jullie bewegen denk ik eventjes. Zo. Ja, nou dan pak ik het blikje met dopertjes en worteltjes. Kan ik niet zien? Ja! Nou, die hak al afgegoten. Dus, hup, van zo in. Voilà. Zit er nog één in vast. Zo. Het blikje weg. Ja, dan gaan we worteltjes gelijk even wat kleiner maken. Hoeft het voor mij niet zo groot? Nee. Gewoon even door het midden. Hup. Zo, nou. En dan zet ik hem even wat lager, de kookplaat. Ja, en de rijst die kookt al. Dus dat gaat ook goed. Nou, dan is dit eventjes opwarmen en dan de vis erbij. Ja. Dus pak jullie weer even op. Zo. Nou, lekker toch? En de rijst. Ik heb altijd beltjes rijst, anders mislukt het bij mij. Dus even handig. En ja, zo duur is dat niet. En die handdoeken eromheen. Ja. Is voor als het al mocht overkoken, zeker pruttelen. Maar overkoken doet bij mij nooit. Want als men er een klontje boter in het water doet, gewoon margarine, dan kookt het niet over. Maar het sputtert nog wel eens. En dan hou je toch zo'n elektrische kookplaat een beetje verre van het vuil af. Ja. En het is elektrisch, dus water met elektra, ik vind dat het eng. Ja. Nou, dat gaat ook goed. Ik zal er even doorheen roeren. En dan moet ik jullie dus weer even wel neerleggen, hè? Ja. Kunnen niks aan doen. Zo. Lekker. Zo. Nou. Dan doe ik het visje erbij. De supertjes erbij. Afhalen. Oh, kijk. Nou mors ik. Maar is niet erg. Hup, wat messie. Klaar, want de aanrecht is schoon. Ga ik die weer piepen. Ik heb dat ik deze pannenset kocht, een verkeerde gekocht. Ja, ik moest sowieso opnieuw leren koken. En een nieuwe pannenset aanschaffen. Ik was namelijk gas gewend. En dan kom je in een huis die aangepast is voor invalide mensen. Dit is dus een hooglaagkeuken. En er zit een inductiekookplaat in. Ja.
En ja, dan moet je nieuwe pannen. Maar deze deksels die glijden iedere keer recht er weer op. Ja, ze blijven niet scheef staan en daar baal ik een beetje van. Maar in ieder geval een keer de vis in mijn handen. Joeps. Hup. Hop, hop. Pak hier even leeggemaakt. Ik heb een stukje bewaard van mijn rode rakker. De andere hebben gehad, maar die rode rakker is buiten. Dus ja. Nou, en dan doen we even lekker de vis er doorheen. Die is lekker gepluist. Het is gewoon gerookte makreel. Had ik. Nou, ik zou het eerst al op brood gedaan hebben en in de magnetron even opgewarmd hebben. Maar ik denk, nee, ik kan er meer mee. Dus, voilà. En een rijstgerecht met vis erdoorheen. Waarom niet? Maar ik moet er even ietsje pietje meer bezel erin. Ja, ik bak met bezel. Van je hart en je bloedvaten, et cetera, weten jullie wel. Dus, daar spring ik wel even zuinig mee om. Met die ingewonden van mij. En dus, ik hoef niet die andere troep. Ik moet er wel om denken. Ja. En zoals onze lieve vriendin, vloggen met Ellen, die kan het ook allemaal zo goed, maar ja, die is trouwens heel super goed bezig. Ook met de challenge, of hoe dat ook mag heten, dat ze voor meende €25 in de week rond moet komen. En dat voor z'n tweeën, maar dan heeft ze ook nog dieren, zover ik weet. Dus ik vind het heel knap en wat ze overhouden, dat gaat dan naar een goed doel, naar mensen die het heel hard nodig hebben. Nou, ik vind het toppie van haar. En ook dat zij alles, bijna alles, laat ik het zo zeggen, zelf kan maken. Zelfs een cremmetje voor op de gezicht en lipbalsem maakt ze ook zelf. Nou, ik vind het top hoor. Ja, dus Ellen, toppie meisje. Ik zit met mijn deksel te knoeien hier. Ja, hoe doen jullie dat? Ik zet hem even wat lager. Zo. Dat ik wil dat wel eens weten. Ja, hoe doet iemand dat die net van die pannen hebben die ik dus ook heb? Ja. Ho, nou zit ik weer te knoeien. Oh, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Hup, daarin. Hup, hier komen. Daarin. Even bij elkaar schrapen. Nou, dat kan weer met zo'n kookplaat, hè. Hup. En niet met je vingers oppakken, dat vind ik ook smerig. Maar ja, wie ben ik? Ik hou daar niet van. Nee. Dus dan pak je mijn materiaal waar je het mee op kan rapen. Simpel zat. Nou, ik zal het jullie zo laten zien. Hoe het eruit ziet, maar het zit nog niet echt goed door elkaar. Dus. En als het dan straks de rijst gaar is, dan moet dat even uitlekken. En dan gooi ik dat in de pan. En dan is het dit er doorheen. En dan ook weer door elkaar heen. Nou, kijk. Ik vind dat er zelf er lekker uitzien. En als het er nou net zo uitziet dat het dan ook zal gaan smaken, dan zeg ik voortreffelijk. Ja, ja. Maar oké, ik zal jullie het zo meteen laten zien hoe het er dan uitziet. Hè? Ja, ik ga eventjes met twee handen beter werken. En ik kan eventjes mijn mobiel weer uit, want ik vlog nu weer even met mijn mobiel, omdat het avond is. Dus mensen, tot straks. En voilà, zo ziet mijn eten er dus nou uit. En al zeg ik het zelf, het ziet er heerlijk uit. En natuurlijk, koffie en een wijntje kunnen niet ontbreken. Nee, nou, het is nog kokend heet, dus wat ga ik doen? Die zwart-witte die er ligt, eventjes ook eten geven.
Ja. Dan kan die ook eten. Dat, ik zou zeggen, een hele fijne avond. Ja, ja. Goedemorgen, mijn meisje. Is je lekker warm op de kachel? Hé? Ja. Oh, lekker warm, hè. Oeh, ja, ja. Lekker warmpjes, hè? Hé, hey, jongens, nog een toe. We blijven maar roesten, hè. Ja, wat een dikkie. Ja, lieve mensen, het is dinsdag en ik was er bij tijd straal af, hè. Ja. Omdat ik toch van de veronderstelling uit was gegaan dat er weer iemand zou komen die niet gekomen is. Ja, normaal is hij hier om 10:00. Het is 10:30 geweest. Ja, hij zat het stipt op tijd. En nooit te laat en nooit te vroeg had het stipt. Maar hij is dus niet, maar ik kan hem niet bellen. Hij kan mij wel bellen. Het is een meneer van Wonen Plus, die klusjes voor je doet. Die is met die vlaggenmast bezig. Maar ik denk dat hij deze week nog wacht, dat die grond moet hard worden, hè, om die paal heen. Dus ja, dat moet even goed aanzuigen, et cetera. Dus misschien dat hij deze week niet eens niet komt. Maar dat weet ik niet meer. Ik kan me niet meer herinneren wat hij gezegd heeft vanwege het sterfgeval met mijn schoonmoeder. Die overleden is. Dus ja, ik ben meer daaraan gedacht dan aan andere dingen. En dat is logisch, dacht ik zo. Ja, nou, ik zit met een klein beetje licht aan. Het is wel weer donker en triest, maar om steeds alles aan te hebben, dat kost een hoop stroom. Ja, dus dat heb ik eventjes maar weer net uitgedaan. Ik denk, bekijk het maar. Ik ben toch alleen. Dus, nou ja. Dinsdag. Ik moet vanmiddag. Vanmiddag komt er wel mensen. Ja, het is toch de 5e of ben ik zo gek? Ja, de 5e. Ja, nou, oh, dan komen ze vanmiddag. De tuindeur doen, die tocht als de neten. Ja. Ik hoef zwaar niet bij mijn bureau. Daar is het roetje koud als de wind op die deur staat. En vooral als het ook nog stormt. Dan giert het tussen die naad door. Nou, dan hoef ik al niet eens niet meer op internet naar een geluid te zoeken van de wind. Want dan heb ik het zelf wel. Ja, ging dat opnemen. Heb ik een keer gedaan. Ja. En ons hondje die wil weer naar binnen. Dus ja. En ik zag er nog één. Dat is onze rode rakker. Die zag ik ook al net zitten. Dat, ja. Kom je? Kom maar. Oei, oei, oei. Dat is allemaal snel. Oh. Ja, en daar staan nog dozen, maar ik ben nog niet klaar, hè? Nee. Maar dat komt wel. Dat komt andere week wel. Misschien deze week, ik weet het nog niet. Maar in ieder geval, de kerstvlog, die zet ik al wel in elkaar. Ben ik al mee bezig. Dag meneer. Hé, rode rakker, rode dakkaars. Duiveltje in een doosje. Oh nee, je zit niet in een doosje, hè? Nee, ja. Kereltje. Hallo. Hoi, hoi. Nou, dan niet. En dat is ons prinsesje. En dat is onze grote man. Hé? Ja. Onze grote man. Ja, nou. Ja, nou, dat is voor de kerst. Wat ik hier heb hangen. Kijk, allemaal kerstspulletjes gekocht. Ga ik ook mee aan de gang. Ja, ja. En daarom heb ik nog een kerstdentje erom, kerststakken hangen. Leggen. Jij met je staart te zwiebelen? Hé? Malle Joosie?
Maar oké, lieve mensen, ik ga aan de koffie, ja, want ik heb koffie staan. Simpel zo. Alweer? Ja, alweer. Ik ben nou eenmaal een koffieleut. Kijk maar. Ja, nou. Lekker koffie en daarna ga ik naar mijn pc toe. Ga ik even daar weer wat rommelen. Ik heb eerst net ouderwets reclame zitten te kijken. Ja. Ik had een stapel reclame dat ik eerst lekker heerlijk op mijn gemak zit door te sneupen. Ik heb de huisarts opgebeld, want ik moest medicatie hebben. Dus ja. En ik zit gewoon, ja, hoe dom, naar kinderprogramma's te kijken. Word je zelf weer kind van? Gewoon Nederland 3. Ja, ouderwets. Nou, ik zou zeggen, een fijne voortzetting van deze dag. En jullie zien of horen mij vanzelf alweer. Ja, en het wordt weer donkertjes, hè. Ja, het is trouwens de hele dag al triest, mensen. Ja, dat... Ik heb net mijn koffie op. En ik zat al van, ja, schiet nou op. Want er komt een meneer aan. Ja, die gaat eindelijk met tuindeur. Dus hopelijk fatsoeneren. Want dat is een rotdeur, ja, die toch tot en met, mensen. Vind je het erg als ik je vlog? Nee. Oké. Nou, dat is die meneer dus. Dus ja, die gaat hopelijk mijn tuindeur toch dicht zien te krijgen. Wel, we wonen hier al jaren. Mijn man die heeft het al een aantal tig keren gedaan. Maar ja, die is er niet meer. Die is nou in de hemel. En dan hebben een paar jongens het voor me gedaan, afgelopen zomer. En ja, maar dan heb je zo'n lieve rode kat, hè? Oh, wat een herrie, hè? Oh, dat doen de buren. Dan heb je zo'n lieve rode kat en die gaat ermee spelen. Ja, ja. En dat is, ja. Dan hou je niks over, hè? Dan zit er een stukje los en dan gaat hij ermee spelen. Omdat meneer eruit wil. Maar ja. Dus wat dat dan gaat, tochtstrip helpt dan niet als er een kat ermee gaat spelen. Nee. Misschien hebben jullie daar ook wel eens last van, hè? Zo ja, dan zeg je het maar. Ja, dan meld je het maar. Ik heb er dus last van. Het is enkel die rode die dat doet. En we zullen afwachten wat we nou krijgen. In ieder geval koud. Ja, dat heb ik nou. Ik had het al, maar nu is het helemaal koud met de deur open. En dat om deze tijd van het jaar. Blijkt wel of het zo moet zijn, want dat doen ze altijd, hè? Ja. Een aantal jaren geleden, op het voorgaderis, krijg je tussen Sinterklaas en de kerststeen een nieuwe achterpui met twee openslaande deuren. Ja, hoe fixen ze dat midden in de winter? Juist, met sneeuw, hè? Er lag sneeuw. Dan ben je toch te zot, dus toch maf, of niet? Vind ik wel. Ja, dat doe je meer in het voorjaar, zeker in de zomer. Deze periode, dan behoor je het binnen in de huizen te doen en niet buiten. Maar ja, wie ben ik? Ik ben ook maar een mens. Ja, of niet dan? Zeg maar ja. Hij heeft oordopjes erin en dat moet ik ook zo wat met die herrie. Dat doen de andere buren weer, ja. Die zijn ze met een muur of zoiets bezig, weet ik veel. Ik heb het nou ook niet zien. Maar ja, doet er niet toe. Ik ga mijn jas aan doen, want anders heb ik het straks te pakken. Ja, want het is echt roetje koud. Toedeledokies. Ja, lieve mensen. Daar is mijn hondje, die ligt lekker. En daar heb je ons prinsesje. Ja, ja. En het is ook zo hopeloos slecht weer, hè. Ja, en het is donderdag. Ik zit hier te wachten op mijn huishoudelijke hulp. Ja, eventjes jullie wat laten zien. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Want het is nogal donker. Ik hoop dat jullie mij zien in het donker. Ik kijk. Dat is een bos echte takken. Ja, die heb ik gisteren opgehangen. En dan gaan we naar de volgende bos. En die hangt boven de eettafel. En er zit, oh ja, er zit,
een lamp voor met allemaal dingetjes eraan. Maar daar hangt een engel in. Als jullie dat kunnen zien. Ja, dat. Ja, die hangt boven de eettafel. Heb ik ieder jaar weer. En dat vond hij ook altijd zo gezellig, mijn mannetje. Ja, en dan heb ik buiten. Ja, ook buiten heb ik nog wat. En dat lag vanochtend alweer op de grond. Dus ik heb nou maar vastgebonden aan de tafel. Maar het regent, dus ik kan niet de deur open doen. Dan hoop ik dat jullie het zo kunnen zien. Een kerststuk. Ik zal het, wanneer het droog is, zal ik het buiten doen. Ook aan de moestuin hangt wat. Kan ik nou ook niet goed filmen. Omdat het zo regent. Maar zodra het droog is, lieve mensen, zal ik dat even buiten doen. Ik heb nog in de keuken op een emmer heb ik nog een kerststukje liggen. Die wil ik eigenlijk voor bij de voordeur hebben. Dat ik hem wel laten zien vanzelf. Dan moet ik eerst even bukken. Tenminste bukken. Even op de bonnen. Zo, dat is een touwtje. Daar moet hij mee vastgebonden worden. En dan eventjes. Ik leg hem even op de grond. En dan kan ik niet beter zien. Nee, ik kan hem ook wel hangen, denk ik. Aan mijn hand gewoon. Zo. Hé, het onderste puntje. Ik vind hem wel heel erg mooi zelf, hè? Ja. Ik leg hem nou wel even neer. Er hangen twee balletjes aan, maar als dat legt, dat zie je het bijna niet, hè? En zo. Zo, nou denk ik wel dat jullie hem kunnen zien. Dat wil ik dus bij de voordeur hebben. Maar het moet maar even wachten, want het is koud en het regent. Ik heb het buitenstuk heb ik ook al buiten met de kou en de regen opgehangen daarnet. Tenminste, toen begon het te regenen, dus ja. Ik wacht nou even deze lekkere bui af. Simpel zat. Want het regent tot en met. Zo. Ja, ik vind hem weer mooi. Het is een klein takje, echt voorbij de voordeur. Ja, ja. In de andere woon, dat is mijn sliertje van mijn camera. Dat ik nog met mijn man op het vorige adres had, zat, toen hadden we naast het woonkamerraam, en dat was aan de voorkant. Nou, de keuken aan de voorkant, ben ik niet blij mee, maar ja, wat doe je eraan? Toen hadden we aan de weerskant van het woonkamerraam, hadden we zo'n roze klimmen op van hout, weet je wel. Nou, daar bond ik dan ieder jaar aan weerskanten ook een bos takken tegenaan. Ja, helemaal mooi versierd. Ik vind dat mooi, ja. Waarom ook niet? Dus. Maar ja, dat komt wel om het buiten op te hangen. Wanneer het even iets beter is dan nu. Ik zie jullie later. Hey, mijn lieve hondje. Ik zie mijn prinsesje. Ja, ja. Kijk, in een andere stoel. Zomaar niet op haar troon. Nee. Nou ja, en de rode die is buiten. En mijn andere meisje die legt daar helemaal op de kachel. Zoals jullie daar wel kunnen zien. Ja, en ik ga lekker televisie hangen, oftewel televisie kijken. Ja, en ik ga voor de computer zitten en ik ga mijn koffie opdrinken. Dat heb ik lekker staan en dan krijg ik nog bezoek, ik weet niet hoe laat. Maar dat zien we wel, dat komt vanzelf alweer goed. En ja. Het is donderdagavond en de wind is gelukkig wel gedraaid, hè? Ja. Je waait niet meer uit je kleren vandaan, althans ik niet. Want ik waaide vanmiddag zo wat uit mijn kleding vandaan in mijn eigen tuintje. Nou, het waaide echt heel erg hard. Dus ja, moet me niet. Maar in ieder geval, het is nou natuurlijk donker en ook even nog geen film van die kerststukjes. Dat gaat niet, het moet wel licht wezen. Want daar zit dus geen verlichting in, hè.
Maar het is wel leuk, ja. Ik vind het mooi. Ik vind het gezellig. Ja, maar wie ben ik? Mijn lieve mensen, ik ga mijn koffie. Ik zou zeggen, jullie ook koffie of thee. Net wat jullie lusten om deze tijd. Ja, ik ga koffie drinken. Ik drink de hele dag koffie, ja. Vandat ik uit bed kom, tot ik naar bed toe ga. Simpel. Soms een wijntje erbij, maar ik blijf koffie drinken. Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, fijne voortzetting van deze avond. En we spreken elkaar later. En daar hoor ik mijn rode rakker. Oh, nou, die wacht maar even. Een hele goede middag. Het is vrijdag. Straks komt mijn vriendin weer. En die blijft dan weer lekker eten. Ik hoop dat jullie mij allemaal zien, want het is nogal donker, hè? Ja, zo denk ik beter, hè? Naast mijn kerstboom, voor mijn kerstboom, hoe het ook mag noemen. Ja, ik had me eigenlijk helemaal eventjes erop willen zetten, maar dat gaat zo niet, hè? Nee, dan moet ik mijn telefoon over de warmte doen, denk ik zomaar. Ja, dat gaat zo niet. Ik draai hem om, wat er gebeurt, gebeurt. Ja hoor. Ja, ik heb een dikke buik, sorry daarvoor. Dat heb je wanneer je ouder wordt, hè? Ja. Maar nu zien jullie hem een beetje. Zo. Ja, toppie. Nou, zo ben ik dan. En zo ben ik van dichterbij. Oud, lelijk en grijs. Maar ja, ik kan de pret niet drukken. Nu. Nee. Ben wie ik ben. En ik kan me niet veranderen. Sowieso niet uiterlijk. Iedereen die ouder wordt, krijgt een rimpeltje meer. Dus ja, en wordt dikker. En zolang het van binnen maar goed zit. Ja. De rest is de verpakking. Wat jullie. Nou, mensen, een fijne vrijdagmiddag en tot later. Ja, lieve mensen. Zoals jullie weten, blijft mijn vriendin weer eten. Ja, ja. Gezellig, ja. En wat gaan we eten? Nou ja, ik was dus gisteren al bezig met spruiten, ja. En wat gaan we daar dit keer doorheen doen? Dat gaat nog door de helft, die twee. Dus dan wordt het een kwart. Een kwart paprika rood en een kwart paprika geel. Een sipeltje en spekkies. Ja, ja. Heerlijk. Tot ik ga weer eventjes aan het snijden en aan het doen. En dat gaat al lekker gebakken worden. En dan kan het de spruiten daar lekker doorheen. Dat. Ja, en het is donker. We krijgen weer een beste bui aan. Ja. Wat jouw meisje? Hé? Ja nou? Meisje buiten kijken? Wat zien we allemaal buiten? Ik zie niks. Ja, een hoop auto's. En een vogeltje in de lucht. Nog een vogeltje. Ja, en de bomen zijn gesnoeid allemaal van de week. Het is ja, donkergrijs, koud. Ja, het giert om het huis heen. Daar heen wanneer je op een hoekwoning woont, daar ging iemand voorbij. Ja, die staat erop. Het is pech. Moet hem niet op de stoep fietsen wat niet mag. Ja, kijk lieve mensen. En het is niet een kwart paprika geworden van de rode en de gele, maar een halve. Ja, ik vond het toch een beetje te weinig. En het ziet er gelijk heel anders uit, hè? Veel feestelijker. Het lijkt een kerstspruiten maaltijd. Ja. Rood en groen, de kleuren van de kerst, zeggen ze. Ik weet het niet. Weten jullie het? Lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker aardappelpuree. Ja, er zit een beetje nootmuskaat doorheen. En ja, nog een kruid. Ja, een groene. Geen peterselie, nee. Marjolein. Nee, ook geen marjolein. Ik kan niet meer weten. Een grote pot, dat weet ik wel. Peterselie. Nee, dat zei ik al. Geen peterselie, nee. Zoiets, ja, geloof ik. Nee, dat is peterselie. Die moet ik hebben. Bieslook. Kijk, die zit er doorheen. Die is bijna leeg. Ik moet nieuw halen. Ja.
Nou, en mijn vlees die zit nog in de vuurpan. En wat voor vlees eten we? Nou ja, er zit een stokje doorheen. Ik ga even naar mijn vriendin, haar bord. Waar is je bord? Daar is je bord. Er zit een stokje doorheen. Hoe het heet, I don't know. Ik noem... Varkensfilet, lapje, cordon bleu. Goed zo, dankjewel. Ik was de naam alweer vergeten. En dat van mij zit nog lekker in de soeppan. En daar is de rest van de spruiten. Dus we gaan er heerlijk van smullen. Ja, ja. Een hele goede middag. Ja, ja, ik sta buiten. Beetje regen, beetje zon. Maar ik zou dit laten zien, hè. Ja. Dit is het kerststuk. Die heb ik aan de tafel vastgebonden. En die hangt aan de... moestuin, enkel die hangt niet zoals het eigenlijk behoort. Nee, ik hoop dat ik dat jullie kan laten zien. Oh, mensen. Hij behoort eigenlijk zo te hangen. Ik hoop dat jullie dat zien kunnen. Maar daar hield mijn mannetje altijd mee. En die gebruikte een ijzerdraad. Maar dat kan ik niet. Nee, niet in mijn uppie. Nou, en dan heb ik... hier nog een kerststukje hangen. Die heb ik gisteren nog even opgehangen. Ik zou hem voorhangen, maar ik denk nee, doe ik me niet. Want het is hier min... ja, het waait wel hard, maar toch minder dan voor, hè. Voor is het niet beschut, hier wel. Maar het is koud en daarnet zag ik een regenboog en nu is die weg. Ja, zonde, maar het is niet anders. Ja, lieve mensen, de wereld is wit. En niet van de sneeuw hoor. Nee, het is hageltjes. Ja, hagel. Maar het is wit. Dus wel eventjes leuk. Enkel, ik vind het doodeng. Want het glibbert onder mijn wielen weg. En het is vreselijk. Komt er nog een auto ook aan? Waar die naartoe moet, Joost mag het weten. Oh, die gaat hier al in. Nou, ga toe maar eerst. Ik vind het eng. Nou, mensen, ik ga even naar de Dekamarkt. Die zit daar ook. Daar mag niet gevlogd worden. En ik ben net bij de kapper geweest. Maar dat komen jullie thuis wel te zien. Toedeledokie. Ja, en zoals ik al zei, hè. Ja, ik was naar de kapper geweest. En ik vind het zelf, vind ik het netjes. Toch, of vinden jullie van niet? Ja, ik wil toch even weer voor de feestdagen naar de kapper geweest zijn. Doe ik altijd, hè? Ja. Ieder jaar weer. Dus nou ook, gewoon weer. Ja. Iedereen wil er toch zijn best eruit zien. Ook al ben je alleen, doe je het toch voor jezelf. Ja, vind ik van wel, hoor. Helemaal geen problemen mee. Dat, ja, ik vind het goed. En dan wil ik het ook weten van jullie. Dus zeg het mij maar even onder deze vlog. Ik zou zeggen, toedeledokies.